Mevrouw de voorzitter, zo kennen we de VVD weer. Wat een slappelingen. Wat een lafaard. Wat een capitulatie voor die linkse drammers van het CDA en de ChristenUnie. En wat een feest voor al die illegalen, al die migranten die hier een verblijfsvergunning willen, alle mensensmokkelaars, alle vreemdelingenadvocaten en die hele asielindustrie. Die hebben een geweldige dag vandaag. Want de versoepeling van het kinderpardon is een feit. Honderden, misschien wel meer dan 1000 als we de gezinnen mee rekenen, illegalen mogen blijven. En tegelijkertijd wordt het kinderpardon afgeschaft. Maar denk niet dat dat afschaffen van dat kinderpardon, overigens door de VVD ooit zelf ingevoerd, dat dat ook maar enige indruk zal hebben op de mensen in Afrika. Want ze weten nu één ding. En dat is dat in Nederland iedere keer wel weer een nieuwe pardonregeling komt. Dat er altijd wel weer partijen zijn die slappe knieën krijgen. Zoals de VVD of het CDA nu. Voorzitter, we hebben dat al eerder gezien. In 2007 een generaal pardon, verlengd in 2009. In 2013 een eenmalig kinderpardon. Vanaf 2013 tot heden weer een kinderpardon. En nu in 2019 een versoepeling van dat pardon. En iedere keer werd gezegd, dit is de laatste keer. Iedere keer. En iedere keer opnieuw was dat een leugen, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, in Afrika horen ze vandaag maar één ding. Keer op keer op keer lukt het illegale om in Nederland verblijfsvergunningen te krijgen. Omdat slappe politici als Dijkhoff en Rutte iedere keer weer door de knieën gaan. Omdat ze buigen voor mensen die lak hebben aan regels. Die blijven als ze moeten gaan. Die rechterlijke uitspraken naar zich neerleggen. Die niet meewerken aan een uitzetting. Die de boel beliegen en belazeren. Het regeerakkoord, zo zei collega Dijkhoff de afgelopen dagen iedere keer opnieuw, was glashelder en bood hem zelfs houvast. En inmiddels, voorzitter, ligt het in de prullenbak. Leugen na leugen. Dat is hoe de VVD werkt. En de VVD ging al eerder door de knieën met die luxe bedbad- en broodregelingen voor illegalen. En nu buigen ze opnieuw voor het kinderpardon. Honderden uitspraken van de rechter die erop neerkomen dat asielzoekers uit Nederland moeten verdwijnen, zijn in één klap teniet gedaan. De VVD heeft daarmee illegalen boven de wet geplaatst. En daar moet die partij zich voor doodschamen. Ik ben overigens benieuwd of de gewone Nederlander nu ook lak mag hebben aan al die regels en rechterlijke uitspraken, ook door de shredder mag halen. Wordt het niet of te laat betalen van een belastingaanslag door legale, hardwerkende Nederlanders dadelijk ook getolereerd? Natuurlijk niet, voorzitter. Die extra coulance die nu dankzij de VVD gaat gelden, geldt alleen voor illegale vreemdelingen. De gewone Nederlander krijgt nooit iets cadeau van de VVD. Zij kunnen de rotzooi die die partij creëert alleen maar betalen, iedere keer opnieuw. En voorzitter, het versoepelen van dat kinderpardon zal natuurlijk een enorme aanzuigende werking hebben. Nederland als Eldorado van die asielzoekers over de hele wereld. Met dank aan diezelfde VVD. De terugkeercijfers waren al ingestort, maar nu zal er helemaal geen afgewezen asielzoeker meer uit Nederland vertrekken. Er is voor gezorgd dat de misleiding wint. De heer Dijkhoff zei eerder dat als hij de keuze zou hebben de kiezer te laten vallen of het kabinet, dat hij de kiezer zeker niet zou laten vallen. Wel nu, precies dat heeft hij toch gedaan. Om het kabinet te kunnen redden, om op het pluche te kunnen blijven zitten, worden illegalen gematst, wordt het immigratiebeleid versoepeld en wordt de kiezer opnieuw bedrogen. De VVD beloofde steeds om immigratie te beperken, maar breekt in plaats daarvan juist alle instroomrecords. 400.000 niet-westerse allochtonen erbij, alleen al gedurende de laatste 5 jaar VVD-bewind. Onlangs werd zelfs het immigratiepact van Marrakesh getekend. En de vorige kabinetsperiode werd door diezelfde VVD de strafbaarstelling van illegaliteit uit het regeerakkoord geschrapt. En nu ligt de hele vreemdelingenparagraaf in de prullenbak. Want wat zijn zinnen uit het regeerakkoord nu nog waard? Zoals bladzijde 50 in het regeerakkoord: wie niet mag blijven, moet snel vertrekken. Dat is een lachertje geworden, voorzitter. Iedereen mag blijven van die VVD. Want ze zijn door de pomp gegaan. Ze zijn opnieuw door de pomp gegaan.
En het enige dat nu nog kan helpen, is een afrekening van de kiezer. En dat gaan we doen, voorzitter, op 20 maart. Afrekenen met de VVD. Mevrouw van Torenburg. Voorzitter, op zich kennen we het verhaal van de heer Wilders wel. Wat pijnlijk soms om te horen, denk ik, voor ook al die mensen die op de publieke tribune zitten, die heel erg blij zijn dat er misschien een opening is. Maar dan toch even de vraag, er zitten een aantal zaken ook in dit pakket. Zoals een verandering van de discretionaire bevoegdheid, waar volgens mij de heer Fritsma nog een motie over ingediend heeft. Het afschaffen van de regeling, waar volgens mij ook de PVV herhaaldelijk om gevraagd heeft, die hier ook in zit. Dus wat is nou eigenlijk precies zo verschrikkelijk dat er nu een aantal kinderen kunnen blijven en dat de maatregelen waar ook de PVV voor was, worden uitgevoerd? Wat is het nou? De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, dat is mevrouw van Torenburg. En misschien dat ik haar twee keer mag citeren om aan te tonen wat voor een kromme rug, of in ieder geval een slappe rug, zij heeft. Mevrouw van Torenburg, die op 12 september tijdens een algemeen overleg vreemdeling en asielbeleid zei: een uitbreiding van het kinderpardon is niet iets waar wij als CDA voor staan. Voorzitter, is niet iets waar wij als CDA voor staan. Een grotere chameleongedrag is bijna niet denkbaar. En nog eentje voor mevrouw van Torenburg. In het Algemeen Dagblad van 25 januari van dit jaar: ik wil eens over alles meedenken, maar wij gaan niet tornen aan de huidige afspraken. Yes. Voorzitter, ik kan nog anderhalf uur doorgaan. En dat is nou de mevrouw van Torenburg van het CDA, de meest onbetrouwbare partij van Nederland, die mij nog de les probeert te lezen. Bekijkt u het maar, mevrouw van Torenburg. Bekijkt u het maar. Mevrouw van Torenburg. Respect is ook niet iets wat de heer Wilders in zijn inborst heeft. Maar dat is niet de vraag die ik heb. Ik stelde hem een vraag. Ik begrijp wel dat het dan makkelijker is om een beetje om hem heen te kletsen. Dat mag. Want uiteindelijk hebben we natuurlijk met elkaar bereikt dat we niet doorgaan met dit pardon, wat uiteindelijk niks meer opleverde voor de kinderen. Maar dat je er juist voor zorgt dat die perverse prikkel er niet meer is. Maar ik had de PVV twee vragen gesteld en ik krijg geen antwoord. Nou, laat ik u het kan, ik zou ook graag willen uitspreken, ook een onderdeel van het respect. Kan de heer Wilders ook aangeven waarom hij nou zo ongelukkig is met het stoppen van die regeling waar hij zelf zo tegen was? Kan de PVV ook aangeven waarom ze zo vreselijk ongelukkig zijn met het uitvoeren van de motie van de heer Fritsma? Twee belangrijke punten. En daarnaast dus de investering in de IND om ervoor te zorgen dat er eerder en sneller beslissingen komen. Volgens mij zijn dat dingen die de PVV graag wil. Maar dat past natuurlijk niet in het retorische plaatje van de heer Wilders. Dus hij mag nog één keer. Het podium is weer aan hem. De heer Wilders. Ja, mevrouw de voorzitter. Het is glashelder. Het CDA tekent voor een verruiming van het pardon. En dan kunt u omheen allemaal dingen zeggen die misschien mooi zijn. Maar het gaat erom dat u tekent letterlijk voor het verruimen van het pardon. En dat betekent dat het CDA, voorzitter, illegaliteit beloont. Zoals het CDA ook al het opnieuw, iedere keer opnieuw stapelen van die procedures en de mensen die aanvragen mogen doen, beloont. U creëert als CDA een ruimere pardonregeling. U creëert die problemen en door uw gedrag nu denkt half Afrika, dankzij mevrouw van Torenburg, dankzij het CDA, dat er in Nederland altijd slappelingen opstaan als het CDA die zeggen: je mag hier niet blijven, maar uiteindelijk komen we wel met een generaal pardon. U maakt Nederland kapot en u zorgt dat de kiezer in Nederland u niet meer gelooft. Mevrouw van Torenburg. Ja, voorzitter, we hadden weer een beetje de retoriek. En dat mag, en dan mag erop geroffeld worden. Maar uiteindelijk levert dat natuurlijk helemaal niks op. Uiteindelijk moet het zo zijn dat er maatregelen worden getroffen. En fascinerend zijn het een aantal maatregelen waar zelfs de PVV moties over heeft ingediend. Maar wellicht past dat nu even niet in het straatje van de heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, we spreken hier over een maatregel die het CDA zelf een paar maanden geleden nog niet wilde. Waarvan ze zelf zeiden: dat gaan we niet doen. Waarvan mevrouw van Torenburg zei: daar willen wij niet aan tornen. Wie heeft hier een draai gemaakt? Het CDA heeft hier een draai gemaakt. En ik zeg mevrouw van Torenburg, vierde voorzitter, ook de kiezer zal met u afrekenen. Want u blijkt onbetrouwbaar. Dit stond niet in uw verkiezingsprogramma. U heeft het toch gedaan. U heeft geen rechte rug gehouden. En half Afrika gaat nu op de Torenburgroute naar Nederland. Maak je bos maar nat. Dank u wel, meneer Wilders.